De coronacrisis treft ook een SEI-centra. Hoe gaan ze daarmee om? Behandelen ze de kinderen thuis of toch hier gewoon op de locatie? We gaan het ze vragen. Gaan jullie mee? SEI-centra is een behandelcentrum voor kinderen met chronische eetproblemen. En dat heet tegenwoordig ARFID. Vroeger heette dat voedselweigering. Tegenwoordig heet dat ARFID. En daarnaast een behandelcentrum voor kinderen met chronische onzinnelijkheidsproblematiek. Dus de zinnelijkheidsprogramma's zijn vanaf half maart tijdelijk even helemaal stopgezet. En de programma's voor voedselweigering hebben we aangepast in de zin dat kinderen die absoluut het nodig hadden om bij ons te komen, die zijn wel mogen komen. Maar de kinderen die wij eventueel konden helpen met beeldbellen, zijn allemaal thuis geweest sinds eind maart ongeveer. Dus die zijn al weken thuis. Ja, ja, dat was in het begin was dat heel erg wennen. Ten eerste van hoe houd je, hoe doe je de behandeling ook goed? Je hebt in één keer het kind achter het scherm zitten met de ouder. Daar moesten onze behandelaar ook even aan wennen, van hoe kunnen we deze ouder ondersteunen om ook te zorgen dat het kind thuis kan blijven oefenen met eten. Voor ouders was dat natuurlijk ook ontzettend ingewikkeld, omdat het eten al zo moeilijk was en dan moesten zij eigenlijk degene zijn die met de kinderen aan de slag ging. Dus voor ouders is dat echt heel pittig geweest en ik ben ook heel trots op dat ouders dat eigenlijk zo goed hebben gedaan en goed hebben volgehouden eigenlijk. De kinderen die mogen komen, die, daar zijn speciale afspraken mee gemaakt. Die kinderen, ouders moeten kinderen vooraf thuis de temperatuur meten. En wij doen dat gedurende de dag nog een keer. Daarnaast mogen ouders niet meer in de gebouwen komen. Dus kinderen moeten aan de deur worden afgegeven. Nou, die kinderen gaan eigenlijk goed om met die anderhalve meter. Het handen wassen, niezen in de elleboog. Je ziet dat je er ook heel veel aandacht aan kan besteden door het ook gezamenlijk te doen en het uit te leggen en op een hele leuke manier te doen. En zou er een situatie zijn waarin we denken dat mensen gevaar lopen, het zij door dat het kind een snotneus heeft of wat dan ook, dan kunnen we gebruik maken van beschermende maatregelen. Zoals een mondkapje of een spatscherm hebben we. Dus, en daar, dat doen we kaasgewijs met elkaar afspreken wat we daar goed in vinden. En daarbij is het ook belangrijk dat de behandelaar zich veilig genoeg voelt om die behandeling goed uit te kunnen voeren. Nou, gisteren zijn we dan echt weer van start gegaan met behandeling op locatie. En we starten dus met een halve bezetting aan kinderen. Dus dat betekent dat we ook proberen inderdaad toch zoveel mogelijk nog ruimte op gebouwen, op behandelcentra te houden. Om daarmee kinderen, nou ja, toch wat ruimte te bieden. En een ander positief iets is dat ik heb gezien dat onze organisatie toch wel flexibel is. En we zijn heel specialistisch en heel geprotocoleerd en heel strak. Maar ik heb me verbaasd over het feit dat hoe flexibel mensen kunnen zijn op het moment dat ze moeten aanpassen en van thuis moeten werken en elkaar moeten afstemmen. En ouders toch op een andere manier moeten gaan benaderen. Daar ben ik wel trots op dat we dat goed hebben doorstaan. Is het nog wel gezellig om bij ons te werken? Zeker. Want het is hier altijd gezellig om binnen SEI-centra te werken. En ook ik als behandelcoördinator ben er niet meer elke dag. En ik geniet er heel erg van dat ik er wel ben. En ik geniet er nog meer van dat de kinderen er weer zijn. Dat het wat levendiger voelt in het gebouw. En ik denk dat we als collega's elkaar goed hebben gevonden over hoe houden we het hier nou gezellig met elkaar. Net was nog een mooi voorbeeld. We zaten allemaal ergens anders in de tuin. Wel allemaal met een beeldscherm voor onze gezicht, omdat we ook met de mensen thuis aan het beeldbellen waren. Maar ik heb er zelfs een foto van gemaakt, vond het de moeite waard over hoe er in de coronatijd gezamenlijkheid is op afstand. Dus we hebben vanaf begin april wekelijks 2 tot 3 videoboodschappen waarin teams iets creatiefs zijn gaan doen. Het blijkt dat we heel veel creativiteit in de organisatie hebben. We hebben echt de leukste videoboodschappen de afgelopen weken gehad. Op deze manier kan je dus wel heel erg teamoverstijgend ook met elkaar bezig zijn. En dat is ook wel een heel mooi punt wat we geleerd hebben tijdens deze crisis. Gelukkig worden binnenkort de behandelingen weer op de locaties opgestart. Dan zijn de ouders blij, dan zijn de kinderen blij en de medewerkers zijn blij. Maar als jullie nog vragen hebben over het coronavirus, mail dan naar corona@plurijn.nl en dan komt alles weer in orde.